Oké, even een demo van de onderwijs-app. De OBD 2012 onderwijs-app, nu getoond op de iPad. Nou, zoals je ziet, ik heb hem geopend en ik kom in het startscherm terecht. Daar zie je gelijk een Twitter-feed. En daarnaast heb je een aantal knoppen. Je hebt de mogelijkheid om het programma te bekijken. Er is een nieuwsknop, een YouTube-knop, informatie. De thema's worden besproken, de keynotes kun je bekijken. En je kunt zelfs kijken wie er volgende week komt op de onderwijsdagen. En daarnaast is er nog een netwerkplein. Ik ga ze allemaal even bijlangs. Eigenlijk spreekt het programma natuurlijk voor zichzelf. Je hebt de keuze uit de 3 dagen, 13, 14 en 15 november. Nou, laat ik de 15e eens nemen. Ik klik hem aan. En dan kan ik scrollen door het programma. Zoals je ziet. En de sessierondes, die hebben een iets andere kleur. Als ik daarop klik, dan krijg ik de verschillende sessies in beeld. Ik krijg gelijk deze in beeld, omdat ik die al gekozen heb. Dus ik zal even al mijn gekozen sessies verwijderen. Oké. Zo, nu gaan we dat opnieuw doen. Sessieronde 1 op 15 november. En ik krijg een mooi overzicht van alle presentaties die in die ronde gegeven worden. Nou, klik ik op 1. Dan zie ik de beschrijving. En dat betekent dan gelijk in feite dat ik die ook gekozen heb. Wil ik dat niet, dan klik ik gewoon op wijzig sessie. Kom ik weer terug in het overzicht en kan ik een andere keuze maken. Bijvoorbeeld tablets 2 jaar na dato. Nou, dat klopt wel, want deze iPad die heb ik 2 jaar. Kees Versteeg van Hondsrug College. Ah, kijk, dat is een presentatie die ik iedereen kan aanraden, want ik ken Kees, ik ken het Hondsrug College, mijn dochter heeft erop gezeten, en ze zijn daar gewoon heel goed bezig. Nou, hier rechts zie je ook knoppen, waarmee je terug kunt gaan naar de startpagina. De tweede, wat doet de tweede? Die geeft alerts als die er zijn. Het pijltje naar beneden laat zien of er updates zijn. Bij deze knop zie je wat je recentelijk zelf gedaan hebt. Met deze knop kun je delen via een tweet naar Facebook of via e-mail. En met deze knop kun je feedback sturen naar de organisatie of suggesties geven. Nou, we gaan even terug naar de startpagina. Het programma is duidelijk, hiermee mag ik aannemen. Gaan we naar nieuws. Nou, de nieuwsknop moet je even doorklikken op OBD 12 nieuws. En dan zie je in feite de RSS-feed van de berichten zoals die op de site verschijnen. YouTube, ja, er staat YouTube, maar eigenlijk zijn dit ook weer een aantal feeds, dus dat is misschien een beetje bijzonder, van het weblog, de Twitter-feed, een link naar LinkedIn en een link inderdaad naar YouTube, waar filmpjes komen te staan die volgende week gemaakt gaan worden. En nu zie je nog filmpjes van vorig jaar. Dus eigenlijk is deze knop niet helemaal wat die belooft, maar zelfs meer dan dat. Gaan we naar informatie. Nou, daar zie je gewoon hoe het programma werkt. Iets over inloggegevens volgende week bij het World Trade Center, want je kunt daar internetten. Informatie over de locatie, informatie over de organisatie en nog wat achtergrondinformatie over de OWD. Oké, gaan we naar de thema's. Nou, die zie je hier. Er zijn verschillende groepen thema's voor het hoger onderwijs en voor primair PO, VO en MBO. Nou, hier zie je het overzicht van thema's voor de PO, VO en MBO. Het zou mooi zijn geweest als je vanuit deze thema's had kunnen doorklikken naar presentaties die daarbij horen. Maar dat is helaas niet het geval. Misschien een suggestie voor volgend jaar. Nou, dan de keynotes. Die hebben we hier. Zo, de keynotes. Nou, hier zie je een overzicht. Waar we natuurlijk allemaal benieuwd naar zijn, is het verhaal van André Kuipers. Maar zelf zou ik ook heel graag Jim Stoltz horen. En, nou ja, de anderen zullen ook ongetwijfeld de moeite waard zijn. Wat blijft er dan nog over? De deelnemers. Ja, en dan krijg je, dit duurt even. Dus ik weet niet of dat in deze screencast ook tevoorschijn komt, want hij moet nu een hele lijst opbouwen vanuit de database, denk ik dan.
Dat slaan we even over. Maar neem van mij aan dat je hier de deelnemers te zien kunt krijgen, want ik heb ze al een keer in beeld gehad. Overigens zie je hieronder een eentje. Dat betekent dat er één update beschikbaar is. En als ik daarop klik, dan zie je dat de informatiegids bijgewerkt is en dat ik die kan downloaden. Dat doe ik door op dat pijltje te klikken. Zo, nu is de informatiegids ook weer helemaal bij. Dat betekent dat als ik hierop klik, dat ik wellicht wat andere informatie ga krijgen. Nou, tenslotte nog het netwerkplein. En daar zie je een overzicht van alle leveranciers die op de beursvloer zullen staan. Zeg maar, nou, ik zal dus even eentje uitlichten. WinVision staat daar. Scientia staat daar. Overigens is dat ook de maker van deze app. Je ziet het hier staan. De OWD-app wordt u aangeboden door Scientia. Nou, helemaal mooi. Parentheon. Volgens mij is er ergens ook nog wat nieuws met Presentations to Go. Ja, kijk nou. Die hebben nog een primeur, want ze laten iets moois zien. Samen met Parentheon. Nou, ik ga geen reclame maken, dus snel terug naar de startpagina. Gratis te downloaden in de App Store. Er is ook een versie voor Android. Zelfs voor de BlackBerry heb ik me laten vertellen. Dus ik zou zeggen, ga kijken, download hem. Dan heb je geen dik boek nodig om het programma voor de verschillende dagen te kunnen bekijken. Bedankt voor het kijken.